Vul de woorden maar in. Ja, achter de ellebogen, achterbaks, geniepig, schijnheilig, dat vooral, ja, schijnheilig. De NSC, met omzicht hebben we dat allemaal al een beetje meegemaakt. En nu hebben we het bij het debat, bij die algemene beschouwingen, hebben we het weer gezien. Die steken gewoon, die NSC, die steken gewoon heel zachtjes een mes in je rug. Eigenlijk zonder dat je het merkt. Dat is de NSC. Want ja, die Vroonhoven die begon al bij het debat en dan ging ze dan, weet je, lopen wijsneuzen. Dat er juridische adviezen waren gestuurd naar de verschillende ministeries. Nou, hup! Ja, daar zijn ze. Hebben de oppositie? Ja, zijn er adviezen, juridische adviezen over de asiel gestuurd? En over die noodwet? Dan willen wij ze zien, natuurlijk. Ja, hè? En toen werd Schoof daarmee opgezadeld. Maar toen hebben ze dus afgesproken in het kabinet. Ja, de vicepremiers, en daar zit dus NSC ook bij. Die zeiden van nou, laat nou zitten, we doen gewoon alsof het niet kan. Die papieren, want we hebben nog niet besloten en dat komt later wel. Nou, maar nee hoor, daar was Vroonhoven weer. Ja, en die ging met de oppositie mee, die zei nee, die papieren die moeten boven water komen. Dus zij ging mee zitten spelen met de oppositie en hup. Daar moesten die papieren. Nou. Een woedende coalitie natuurlijk. Die VVD en vooral Wilders PVV. Potverdorie nog aan toe. Wat flikt zij nou? Ja. En binnen het kabinet natuurlijk ook boze gezichten en kwaad. En schelden tegen elkaar. Nou. Die NSC heeft van het hele debat één grote klerenzooi gemaakt. Eén chaos werd het. Omdat ze zich niet aan de afspraken houden. Onbetrouwbaar. Ja, onbetrouwbaar. En daarna ging het nog veel verder. Want toen ging ze eigenlijk zitten beweren, later op de avond, die van Vroonhoven. Ja, ze hadden toch maar een hard hoofd in dat die noodwet er zou komen. Dus ja, ze stond daar comfortabel. En wat hun betreft, ja, moest het ook eigenlijk niet doorgaan als je goed luisterde. Nou. Die Wilders, die moet toch knettergek worden van die NSC. Wat een stelletje. Ah, weet je wat het is? NSC, de NSC, dat is een miserige regenbui. Dat is wat het is, ja. Je denkt, daar kan ik nog wel even doorheen. En intussen word je zeiknat.